Ibtissam Bouharat. We zien u terug op Anderlecht na vele jaren. Je hebt Haag, Mechelen, Tiene, Lierse, Standaard en terug op Anderlecht. Hoe voelt dat aan? Dat voelt speciaal aan, maar ik heb dus de kans gehad om enorm veel ervaring op te doen met andere ploegen en om enorm veel bij te leren op verschillende niveaus. Dus zowel in provinciaal als in tweede klas, als in eerste klas als in Benelink. Dus ik ben helemaal niet dezelfde persoon als toen ik hier weg was. Mm-hmm. Ja. Vorig seizoen speelde je nog bij Standaard. Hoe liep dat in de Benelink voor jou? Goed. Ik heb enorm veel meegenomen uit Standaard. En het was zeker geen misstap van mij om daar te gaan. En ik ben tevreden geweest van mijn seizoen. Ook al met veel blessures en wat minder speeltijd. Maar ik ben echt tevreden van de evolutie die ik daar gemaakt heb. Ja. Hoe is de voorbereiding verlopen dit seizoen met Anderlecht, de eerste weken? Het was een beetje aanpassen, een heel nieuwe groep en elkaar nog zoeken en zo. We zagen vandaag ook nog dat het moeilijk spelen was, omdat we elkaar nog niet zo goed kennen. Maar het begint er zulkens aan wel in te komen en iedereen begint zijn plaats wel te vinden op het veld en ook naast het veld. We beginnen een groep te vormen, dus het neemt wel meer tijd dan bij een ander ploeg, maar het komt zeker aan vast. Ja, het is een jonge groep ook, zeg je. Je moet dus echt, de automatismen moeten nog komen. Hè? Ja, dat is de automatismen moeten nog komen en we moeten elkaar echt nog vinden op het veld, gelukkig dat ik juist zei. Ja, de eerste tegenstander volgende vrijdag is ADO Den Haag. Hoe zie je dat? Is dat een moeilijke tegenstander? Je hebt er misschien tegen gespeeld met Standaard vorig jaar? Ja, ik heb vorig jaar tegen gespeeld, maar ja, ik speel nu een nieuwe ploeg, dus dat zal heel anders zijn. We zijn zeker niet bang van ADO en we kijken heel hard uit naar de nieuwe Benelink, met het nieuwe systeem en zo. Dus het is nog een weekje wachten en we beginnen eraan. Jullie spelen met de Benelink dinsdag, vrijdag. Is dat niet moeilijk voor jou bijvoorbeeld? Dat gaat moeilijk worden, maar we gaan ons aanpassen, hè, zoals iedereen. Dus wij gaan ons gewoon ook al aanpassen. Ja. Jij speelt ook of bent international van Marokko ook. Heb je daar verplichtingen in de komende maanden? In de komende maanden misschien niet, maar ik denk dat het rond december, januari, dat de kwalificatiewedstrijden eraan komen. Dus dan zal ik mijn verplichtingen waarschijnlijk moeten uitvoeren. Ja. Hoe zie je dan voor jezelf het seizoen? Wat is het doel voor jouzelf? En wat verwacht je in feite? Wat hoop je te brengen op Anderlecht? Ik hoop eerst en vooral de ploeg een beetje mee te helpen. Ik denk dat ik met de ervaring die ik al heb, dat ik een bepaalde rol moet spelen binnen de ploeg. En ik ga dat zoveel mogelijk proberen te vervullen en zoveel mogelijk punten proberen pakken met de ploeg in de Benelink. Mm-hmm. En wat is de doelstelling van het collectief? Wat is vooropgesteld? Welke plaats eventueel? Er is nog niet gesproken over plaats, maar wat dat zeker is dat we gaan proberen beter te doen als Anderlecht vorig jaar en van hoger te eindigen. Oké, veel succes. Dank je.